Bert van Oers, we zitten in een kamer op de Vrije Universiteit bij de faculteit Bewegingswetenschappen en Gedragswetenschappen. Ik ga je interviewen in het kader van het Oral History project van het ADNG, waarin inmiddels nou over de 90 emeriti hoogleraar uit psychologie, onderwijskunde en pedagogiek terugblikken op hun carrière en op het vak. En hopelijk ook nog een beetje vooruit gaan blikken. De allereerste vraag is altijd steeds, zou je kort iets kunnen vertellen over jouw achtergrond? Waar je bent geboren, milieu waarin je bent grootgebracht. En dan gaan we langzaam over naar de studie psychologie die je bent gaan doen. En de onderwijspedagogiek waarin je hoogleraar bent geworden. Ja, oké. Okay. Ik ben geboren in Brabant, in Etten-Leur, in 1951. In een echt typisch arbeidersgezin. Mijn vader was gewoon een fabrieksarbeider, mijn moeder huisvrouw, ik had nog twee zussen. En wij zijn uit Etten-Leur op een zesde jaar verhuisd naar Rijsbergen, een plaatsje daar in de buurt. En ja, daar heb ik verder mijn jeugd doorgebracht met van alles en nog wat. Ik was echt, wat ooit ook wel eens geciteerd is van mij, een prutser in die zin. Niet, ja, die kwam ik tegen. Ja. Ik ben altijd een prutser geweest. Ja, ja. En dit is niet iemand die waardeloos werk aflevert, maar gewoon altijd met dingen zitten prutsen, uit elkaar halen, weer terug in elkaar zetten. En zo heb ik kennis opgedaan van wekkers en sloten en radio's. En, als klein jongetje. Ja, dat zat ik op de basisschool nog. Vooral die radio's, dat vonden mijn ouders niet zo leuk, maar goed. Omdat ze daarna niet meer deden of zo? Nee, bang voor de stroom natuurlijk. Dat ik mezelf zou elektrocuteren. Nee, mijn ouders waren vrij ruimdenkend, ook stimulerend. Ja, ja. En die... Religieus ook? Of, die waren katholiek, ja. Katholiek. Ja, ja, dus ik heb in ons oorsprong dus ook een katholieke opvoeding gehad. Ja. En verder de basisschool zonder problemen doorlopen. Toen kwam ik in, toen nog de zesde klas was, hè, van de lagere school, bij het schoolhoofd in de klas. En die man die stuurde iedereen naar het gymnasium. Iedereen? Ja, nou ja, de halve klas, laten we het zo zeggen. Ja, dat hadden nog klassen van 40, hè. Ja, ja. En, wat natuurlijk eigenlijk gewoon niet kan. En dat was iets verderop, richting België, de overgang van Nederland naar België. Ja. Op de oude E10 naar Antwerpen, daar stond een seminarium. En daar hadden ze ook een gymnasium dus. Maar was het vanuit jouw arbeidsmilieu vanzelfsprekend dat je naar het gymnasium ging? Nee, helemaal niet. Mijn ouders die aarzelden daar heel erg over. Dus dat schoolhoofd is toen ook nog een keer bij ons thuis geweest. Om te vertellen, ja, die jongen moet echt naar het gymnasium. En dan hoef je niet naar Breda, daar stond er een. Maar je kunt ook naar het seminarium. Ik weet niet of je daar nog een geheime agenda bij had, maar ambitie om priester te worden heb ik nooit gehad in elk geval. Maar toen ben ik dus op Wernersburg, dat gymnasium, seminarium, terecht gekomen. En ik vond dat eigenlijk heerlijk, die dingen die je dan leerde. Dat heb ik echt genoten, maar die school werd op zeker moment te klein, in 68 met de mammoetwet. Dus toen ben ik toch overgegaan naar Breda. En daar heb ik op het Onze Lieve Vrouw Lyceum een gymnasiumopleiding. En wat vond je er zo leuk aan? Wat je allemaal leerde? De talen, de natuurkunde, scheikunde. Ik vond eigenlijk elk vak heel leuk. Maar bleef je een prutser ook gewoon? Was je een beta-achtig? Ik heb gymnasium beta. Maar je zegt ook talen ook? Latijn en Grieks kreeg je daar natuurlijk altijd. En ik had ook een lange tijd de ambitie om naar de TU in Eindhoven te gaan. Maar in die laatste jaren had ik een godsdienstleraar die ons ook wat vertelde over maatschappij en maatschappijwetenschap en psychologie en sociologie, et cetera. En toen kreeg ik daar eigenlijk wel interesse in. En ik had eerst de ambitie om klinische psychologie te gaan doen en daarvoor had ik me ook ingeschreven. In die tijd was er een plaatsingscommissie. Dus je kon niet zomaar zelf zeggen, student, ik wil naar Tilburg of naar Nijmegen, waar de meeste Brabantse studenten heen gingen, of naar Utrecht, wat dan ook. Dus ik kwam zodoende in Utrecht terecht, had ik niet zelf voor gekozen. En dan zie je
hoe een leven aan toevalligheden. En die godsdienstleraar was dus een belangrijke motivator voor jou om te gaan studeren. Ja. Was je de eerste uit jouw milieu die naar de universiteit ging? Ja. Hoe vonden je ouders dat? Nou, in het begin, het schrok is misschien een groot woord, maar het was een beetje huiverig voor. Dan is dat wel iets voor ons. Maar ingegeven vanuit een sociaal klassemotief ja. of zo? Ja, ons soort mensen, die hoort daar niet thuis, die gaan er niet naartoe. Maar ook trots dat jij dat juist wel ging doen? Op een zeker moment was dat wel zo. Want mijn vader moest dan bij zijn werkgever een formulier laten invullen voor de studiebeurzen, et cetera. En ik weet nog wel dat hij toen heel trots thuis kwam, dat de hele fabriek, althans de personeelsafdeling, echt heel blij was dat zijn zoon naar het gymnasium kon. En hem ook prees dat hij dat goed vond enzovoort. Ja. Die was er eigenlijk, en mijn moeder denk ik ook wel, die vond eigenlijk alles wat ik deed wel zoals wel goed. Alle moeders het van precies. Goed vinden wat hun kinderen doen. De enige zoon dan ook nog. Maar in eerste instantie, dus voordat hij dat schoolhoofd zich daarmee begon te bemoeien, had ik gewoon het plan om naar de MULO te gaan of zo. En dat deed iedereen. Daar kwam dus niks van het terrein. Ik moest naar het gymnasium. Ja. En ik ben er achteraf ook heel erg blij mee, want dat was echt een opleiding waar ik me thuis voelde. Hoewel ik me op de MULO trouwens ook wel thuis gevoeld zou hebben, denk ik hoor. Ja. Maar dit opende echt werelden voor mij. Ja. Ook met name ook filosofie en dat in het Latijn en het Grieks Plato kon lezen. Ja. Dat was echt geweldig. Ja. Je wereld werd gewoon groter, zeg maar. En je zei net, je twijfelt een beetje of je naar de TU Delft wilde gaan. Ja. Welke studie wilde je daar gaan doen? Werktuigbouwkunde. Later is mijn zoon dat echt gaan doen. Oké, die heb jij die kant op gedwongen. Nou, dat denk ik van niet, maar misschien is dat. Erfelijk heeft hij dat misschien meegekregen. Nee, maar ik ben dus vooral op dat meer alfa gamma spoor gekomen. Door die godsdienst. Door die godsdienst. En toen, je kwam terecht in Utrecht. 71 ben je begonnen met psychologie. Ja. Wat was je voor student? Ging je bij een studentenvereniging? Ik ben niet bij een studentenvereniging geweest. Ik was wel druk in het sociale leven daar. Ja. En die tijd speelde ik gewoon weer een beetje. Ja? Wat speel je voor instrument? Gewoon covers. Welk instrument speelde jij? Ik speel gitaar. Okay. Dat doe ik nog steeds trouwens, maar klassiek. Niet meer op een elektrische gitaar. Op zolder, maar gewoon klassiek. Dus ik was wel in het uitgaansleven, maar niet echt in organisaties. Hoewel ik in die periode van de basisschool het eerste stukje voorzitter onderwijs, wel bij de Welpen, en verkenners ben geweest. Maar daar had ik op zeker ook niet zo heel veel zin meer in. En ik ben toen weer op eigen houtje wat gaan vlieren fluiten. En je zei net van je wilde ook psychologie gaan studeren omdat je klinisch psycholoog wilde worden. Ja. Ja. Maar je kreeg andere belangstelling. Dat herken ik wel wat in ook hoor. Want ik begon ook ooit te studeren om. Ja, ik denk dat het eerste is wat je kent als je over psychologie nadenkt. Maar wat triggerde jou? Waarom week je ervan af van de klinische psychologie? Onder andere Piet Vroon heeft mij ook laten zien dat er in de geschiedenis van de psychologie. Want hij was een van je docenten daar die je kreeg. Ja. Echt toch? En filosofie en in relatie tot psychologie een heleboel interessants gebeurd is. Yeah. En ik had ergens toch, voordat ik psychologie ging studeren, ook wel nog de twijfel, ga ik nou of naar het conservatorium gitaar spelen, of filosofie, of psychologie. Yeah. En ik dacht, de kans dat je een behoorlijke boterham kunt verdienen met filosofie of gitaar, lijkt me toch minder dan psychologie. Dus ik ging psychologie doen. Het was overigens geen negatieve keuze, maar het was toch een manier om het veld wat in te engen. Yeah. En door Piet Vroon werd ik dan ook meer op die,
op die menswetenschappelijke kant van de psychologie. Want we zijn ook begonnen met Hilbert Atkinson en Atkinson, de functieleer. Ja. En dat ging over waarneming, geheugen en al dat soort dingen. Meer psychonomische onderwerpen. Precies. Zeg maar, ja, en toen had ik soms ook wel, ja, of dit nou het soort psychologie dat ik wil gaan doen, dat weet ik niet meer. Terwijl je daar wel meer in kan prutsen, toch? Ja, dat wel. Maar ik kreeg toch ook door de colleges, want ik krijg naast de functioneren ook natuurlijk andere colleges, ja, ja, ja. Ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie, ja. Toch ook wel meer op dat spoor van de klinische psychologie terechtkomen. Het is oneerbiedig. Om te zeggen dat je kunt gaan prutsen aan mensen, maar toch uitzoeken hoe zit dat nu in elkaar bij die persoon. En hoe kan ik die helpen en zo, dat was wel een beetje een ambitie. Maar en toen kwam ik op zeker moment ook Van Parere en Carpe in de colleges halen. Karel en Van Parere en Jacques Carpe. Ja. Maar jij kwam terecht in Utrecht. Toen was het toen ongeveer net een overgang gaande van meer een fenomenologische benadering van de mens naar een meer empirische, hè, onder andere door Linschoten en Kauer. Heb je daar ook nog les van gehad? Nee, wel gelezen natuurlijk, maar nee, daar heb ik nooit les van gehad. Maar dat is zeker zo. Heb je daar nog herinneringen aan ook? Gewoon hoe dat Nee, die transitie zelf niet zo erg hoor. Ik merkte wel dat Van Parere zelf daar ook nog wel een beetje iets van had, van die fenomenologie. Ja, maar die zette zich daar ook wat tegen aan, want we moeten meer empirisch onderzoek gaan doen. De goed gecontroleerde experimenten in het lab, want hij zat toen ook op het psychologisch laboratorium in Utrecht. Dus die was niet in hart en nieren fenomenoloog, maar het had wel de ambitie om een vrij brede kijk op de bestudering van mensen te hebben. Dus ook naar het fenomeen zelf kijken en wat is dat nou en hoe staat hij in het leven en kunnen we die verschijnselen die we daar aan zien nog verder uitdiepen door daar een meer gecontroleerde experimenten aan te gaan doen. En Van Parere die ontwikkelde zich blijkbaar ook steeds meer in de richting van onderwijswetenschapper, want zijn boeken in het begin van de jaren 70 over leerpsychologie was natuurlijk ook weliswaar handelingsgericht, dus gebaseerd op Kurt Lewin onder andere. Echt een functiepsycholoog. Maar Kurt Lewin was het ook niet een van de gestalte psychologen? Ja, precies. En dat heeft hij zelf ook dikwijls uitgelegd, hoe hij van de handelings, want het begrip handeling, dat heeft hij van Kurt Lewin. En hoe hij van daaruit toch in de richting is gegaan van een handelingspsychologie. En van daaruit wilde hij het leren bestuderen. En liep hij ook tegen de vraag aan van, ja, wat doe je daar nu mee op scholen? Dus dat was zijn pad, wat hij wel eens uitgelegd heeft. En dat vond ik eigenlijk ook wel een interessante weg om te gaan. Om eens te kijken hoe je die handelingspsychologie in het onderwijs zou kunnen gaan toepassen. Zie je die terugkijken als een leermeester voor jou? Ja, dat wel. Dat wel. Heb je specifieke herinneringen aan hem, hoe hij jou gevormd heeft? Hij echt heel persoonlijk werd of liet merken dat het was wel afstandelijk contact of zo, dat kan ik niet zeggen. Hij heeft mij op zeker moment wel. Toen ik bij hem studeerde op die afdeling dan, NKP, toen was hij ook net tegen die Russische psycholoog aan de geloof en dat was een inbreng. Karel van Parere, die staat ook bekend als degene die zeg maar de Russische psychologie in Nederland geïntroduceerd heeft. Maar hij was toen geen slavist. Carpe, die was slavist. Dat was een slavist. En die kende die. Geen psycholoog was Carpe. Nou, die is daarna wel psychologie gaan doen. Maar van origine was hij een slavist. Ja, en daarna psychologie gaan doen. En Van Parere die zat op zeker ogenblik met het idee dat de leerpsychologie die hij had, vooral ophing aan
de parameters van handelingen. Ja. En door de verandering in die parameters werden die handelingen anders en beter. En dat noemen we dan leren. Ja. Maar hij kon eigenlijk nooit zo heel goed beschrijven welke parameters dan. En Carpe, die kende Galbierin. Een beroemd, dat was een Russische... Een psycholoog. Fysioloog, toch? Dacht ik, Galbierin? Of. Ja, nou ja, in die tijd deed iedereen uitvoerig fysiologie ook in de studie. Maar hij is toch bekend geworden als psycholoog. Ja, En die had een bepaalde leertheorie. Bekend geworden als de stapsgewijze procedure van leren. Ja, laat ik dat even laten dan liggen om dat helemaal uit te gaan leggen. Maar wel een stapsgewijs proces waarin je handelingen op bepaalde parameters verandert. Zoals algemeenheid en mate van automatisering en zulke dingen. En van Pereira die kon die parameters niet echt goed een naam geven. En die werd door Carpe geattendeerd op Galbierin. Zo is hij daarmee in aanraking gekomen. Ja, en of hij... Maar in die tijd was de psychologie vooral Amerikaans georiënteerd, Engelstalig. Ja, precies. En Van Pereira is daardoor, op zekere moment, hij wil natuurlijk dat werk in de originele talen lezen, zelf Russisch gaan leren ook. Toen was hij al... Want Galbierin was niet vertaald in het Engels. Ja, er was toen in 1969 een artikel in het Engels verschenen. En eerder nog wat in het Duits. Nou, dat was op zich natuurlijk geen enkel probleem, maar er was veel meer, dat was wel duidelijk. Ja. En hij wilde dat dus gewoon in de originele talen lezen. En dat heb ik zelf ook wel gemerkt. Dan kom je ook heel veel vertaalfouten tegen. Die eigenlijk hinderlijk zijn bij het goed interpreteren. En die je pas duidelijk worden wat nou precies de bedoeling was. Als je de Russische teksten kent. Het begrip activiteit, dat is een kernbegrip van Vygotsky. En met name Leontjev. Daar gebruiken de Russen twee woorden voor. Maar dat werd in het Nederlands alleen maar vertaald als activiteit. Waardoor dat een beetje een diffuus concept werd, vond ik altijd. En dat werd me pas duidelijk. Toen ik zelf Russisch ging doen, het waren. Jij bent zelf Russisch gaan studeren ook. Toen ben ik inderdaad op aansporen van Carpe en Van Pereira zelf ook Russisch gaan doen. Ja, helemaal op eigen houtje. Ik heb een paar colleges gevolgd. Ja. Maar verder helemaal op eigen houtje. Toen woonde ik nog in de beginjaren in Zundert. Ja. Dus de hele treinreis, elke dag twee keer. Zat jij Russisch? Ja, precies. En op die manier, je hebt jezelf dusdanig Russisch geleerd dat jij Vygotsky bijvoorbeeld, Lev Vygotsky, in het origineel kon lezen. Ja. En er waren toen op het lamp in Utrecht ook al allerlei tijdschriften die ook voor praktijkmensen waren. Dus die waren niet zo heel ingewikkeld. Dus daarmee kon ik beginnen met dat Russisch te oefenen, direct in vak. Teksten. Ja. Ja. Wat sprak jou zo aan in de Russische psychologie? Wat je ook, staat je daar nog iets van bij? Wat jij misschien miste ook in dat was vooral het mensbeeld en het collectieve idee dat achter elke ontwikkeling zit. En dus een handeling leren we altijd van anderen. Dat idee zit nog in mijn laatste boek. Dat leren we altijd van anderen en dat kun je je eigen maken, maar ergens blijft daar een stukje van die ander in zitten. Maar dat vond ik een interessant idee, dat je de mens niet als een soort machine ging zien die reageert op stimuli. Maar het behaviorisme en de cognitieve psychologie toch wel enigszins. Ja, toen zeker nog. Maar meer dat je de mens kon zien, ook binnen de psychologie, als een zingever. Iemand die op zoek is naar zin in zijn wereld, in zijn contacten met anderen. Wat toch ook wel weer een fenomenologische insteek is in feite. Precies. Dus dat zei ik daar straks al, dat idee van de fenomenologie is dat toch wel een beetje in blijven rondwaren. Dat sprak mij op zich wel aan, dat je zo naar mensen kon kijken, mensen kon bestuderen,
mensen kon helpen, met name ook kinderen. En werd er door collega's bijvoorbeeld niet vreemd opgekeken dat je, want Rusland was toen nog heel erg communistisch, ja. Dat jullie communistische literatuur, vakliteratuur gebruikten? Nou, op de Rijksuniversiteit Utrecht niet. Maar ik weet wel dat toen ik aan de VU zat, er ooit een vergadering van het faculteitsbestuur is geweest over de vraag of die Russische en communistische boeken die ik op de lijst zette, of dat eigenlijk wel kon. Dat is verder heel goed afgelopen, want ze hebben mij nooit één stroopbreed in de weg gelegd daar. Integendeel, echt ook aangemoedigd om dat goed en duidelijk uit te leggen, laten zien waar ik sta, dat soort dingen. Maar het was wel even een dingetje waar men naar moest kijken, maar in Utrecht heb ik dat nooit gedaan. We zaten natuurlijk met die groep studenten die afstudeerden bij Van Pereren, dat was een groepje van, ik denk, 15 à 20 mensen. Die zaten allemaal in hetzelfde schuitje. En hebben allemaal kennis genomen van de theorie van Pereren, de cultuurhistorische theorie, Galpierin, Davidov en gaan ze maar door. Ja. Ben je in die tijd zelf ook naar Rusland gegaan als student? Toen niet, nee. Wel later. Ja. En Vygotsky die was volgens mij al lang dood. Hè? Die is vrij jong overleden als moeder. In 1934 is die. Maar ook op een jonge leeftijd. Hè? 37 was je. 37. Ja. Ik weet wel, toen ik leerde over die zone van proximale ontwikkeling van Vygotsky, die zone van nabije ontwikkeling, dat je zeg maar iets leert door iemand die net iets beter is dan jou, die zeg maar jouw grens zeg maar opschuift. Ja. Toen dacht ik wel, dat is volgens mij wel zo'n beetje de essentie van wat leren is. Ja. Op welk terrein dan ook. Hè? Ja. Of je nou een muziekinstrument leert, of dat jij sport doet of cognitieve dingen. Zie je dat ook zo? Heeft Vygotsky de essentie van het leren, van wat leren in het algemeen is, met die zone van proximale ontwikkeling, heeft hij daarmee de essentie van leren te pakken, denk je? Of idealiseer ik hem nu te veel? Ik weet dat er een hoop verwarring is over dat begrip. Het lijkt heel simpel. Je hebt het over proximaal en nabij, maakt allemaal niet uit. Wij noemen zone van naaste ontwikkeling. Zone van naaste ontwikkeling. Maakt verder niet uit. Ja. Maar goed, dat zit in mijn taal gebruik, dus zo ga ik het ook noemen. Maar die zone van naaste ontwikkeling, die dus eigenlijk zegt, en zo zegt Vygotsky dat ook, dat je leerlingen vooruit kunt brengen door ze hen dingen te leren die ze zelf nog niet kunnen, maar wel met hulp. Precies, ja. Ik was in die tijd ook, ook heel erg met de emancipatiegedachte bezig. Dus vanuit, ook denkend vanuit wat de leerling zelf wil en hoe die zich vrij kan of zou willen maken. Ja. En dus ook een beetje afzetten tegen dat drill and practice en het opleggen van wat. En die zone van naaste ontwikkeling. Wat toen vrij gebruikelijk was. Ja, precies. Ja, dat hoorde in die tijd en misschien nog wel hier en daar tot essentie van onderwijs. Dat wat we noemen transmissiemodel. Je draagt kennis over aan anderen. Later is dat met het constructivisme nog wat anders geworden. Ja. Dus je helpt leerlingen bij het construeren van hun eigen kennis. Ik wil niet zeggen dat Vygotsky echt een constructivist was, maar als je er achteraf tegenaan kijkt, denk ik dat je het zo zou kunnen noemen. Ja. Die was dus ook heel erg bezig met de vraag hoe kunnen we mensen helpen, daar heb je het weer, want dat is een essentieel idee, helpen om hun eigen handelingen en denkhandelingen te construeren. En te verbeteren en vooruit te gaan. Precies. Wat in feite dat hoofd van die lagere school bij jou ook gedaan heeft natuurlijk. En ook die godsdienstleraar, die als het ware jouw naaste ontwikkeling stimuleren, zeg maar. Maar ik moet daar toch nog één ding aan toevoegen. Jij bent de expert. Want de zone van naaste ontwikkeling, als je die zo leest, die laat natuurlijk ook toe dat je leerlingen met van alles en nog wat opzadelt. En die zegt alleen maar, je leert ze iets wat ze nog niet kunnen en dan geven ze hulp en dan kunnen ze het wel. Ja.
Als je het goed doet, kunnen ze het wel. Ja. En dat vond ik dan toch nog te sturend, te opleggerig. En ik ben toen daar dieper in gedoken en vond in het werk van Vygotsky allerlei plaatsen waarin die zegt, ja, maar je moet leerlingen natuurlijk niet zomaar van alles en op wat op gaan leggen. Het moet wel aansluiten bij wat ze al kunnen, hun interesses en wat ze willen. Ja, ja. En dat werd toen voor mij een element dat ik aan de definitie van de zone van naamsontwikkeling ging toevoegen. Namelijk iets, leerlingen die iets willen en kunnen, maar dat nog niet kunnen. En daar met hulp het uiteindelijk wel greep op kunnen krijgen. Ja. Dat zingevend element, wat er eerst niet in zat, heb ik dan later ingebracht. En toen gekeken van waar vindt een leerling dat? En nou, om lang verhaal korter te maken, denk ik nu, en dat lees ik ook in Vygotsky's werk, dat mensen dat vinden in de praktijken waarin ze betrokken zijn. En dat is natuurlijk echt een marxistisch woord ook, die praxis. En in die tijd, begin jaren, eind 60, begin jaren 70, waren we natuurlijk ook heel erg met Marx bezig. Ik ook. En met name de jonge Marx vond ik wel heel interessant. En Vygotsky verklaart zichzelf ook dat het een Marxist is. Ja, ja. En dan gaat het over de jonge Marx, waarin meer humanistische kijk op mensen tot uiting komt. En langs die weg een aantal lijnen bij elkaar kwam ik op dat idee van praktijken. Als leerlingen ervoor kiezen daarin mee willen doen en mee kunnen doen, dan zijn ze daar bezig en ze lopen tegen allerlei dingen aan die ze nog niet kunnen, maar waarvan ze doorkrijgen, ja, als ik dat kan, dan kan ik dat nog beter. Ja. En dat is een zingeving om die nieuwe handelingen te gaan leren en ook binnen die praktijk hulp te krijgen van anderen die jou een stapje verder helpen om die praktijk beter te leren beheersen en daardoor een stapje in je ontwikkeling te maken. Dat is de definitie of de omschrijving van de zone van naamsontwikkeling die ik zo stap voor stap heb gemaakt. Waar ik ook over gepubliceerd heb in de Cambridge Encyclopedie of Child Development of zoiets. Dus het is wel terug te vinden in mijn literatuurlijst. En dat zaadje daarvoor, dat is geplant in jouw studententijd? Min of meer door Van Pareren, je bent jezelf gaan verdiepen in die Russische psychologie. Je bent 77 afgestudeerd. Wanneer wist je dat je ook in de wetenschap wilde blijven? Nou, dat heeft Van Pareren eigenlijk gedaan. Dat is wel heel duidelijk, want ik was toen ook aan het solliciteren bij schoolbegeleidingsdiensten bijvoorbeeld. Ik heb het hele land afgereisd om te solliciteren. En mijn laatste vraag was altijd daar ook van, ja, krijg ik nog wat tijd om voor mezelf. Jouw laatste vraag? Krijg ik dan ook nog wat tijd om zelf wat dingen te ontwikkelen en te leren en te blijven studeren? Precies. Natuurlijk. De standaard verhaal. En Van Pereira zei toen tegen mij, en dat is wel een persoonlijk contact, misschien dat aansluit op de vraag die je eerder stelde, zei toen tegen mij, maar dat moet jij helemaal niet gaan doen. Jij moet gewoon aan de universiteit blijven. En hij kende toen iemand aan de Vrije Universiteit, professor Eikenboom, die ooit bij hem gepromoveerd was. Die zit daar aan de VU op een afdeling onderwijs-leerprocessen en die hebben nog een wetenschappelijk medewerker nodig. Zou je dat willen? Ik had er eigenlijk nog niet zo diep over nagedacht, maar het leek me wel wat. Ja, zei Van Pareren, maar dan moet je wel de hoe heet dat? Het votum onderschrijven van ik geloof in. Omdat de VU natuurlijk een toen nog strenger christelijk dan nu. Ja. Ik weet niet precies wat het was, maar ik ging dat toen bestuderen. En ik denk, ja, om dat te onderschrijven, dan moet je echt gewoon een heel slecht mens zijn. Wil je daar het niet mee eens kunnen zijn? Dus ik denk, nou goed, ik ga dat proberen. Was je nog religieus? Je zei net dat je... Jawel, ik ben rond mijn 14e van mijn geloof af gevallen. Ik
ben overigens wel blij, want dat is meer een cultuurlijk ding dat ik die achtergrond al ken. Want de Bijbel die speelt natuurlijk her en der toch een rol in ons leven, in onze cultuur. Maar ik doe daar verder helemaal niks meer aan. Dus ik was eigenlijk ook een beetje huiverig om nu opnieuw iets te ondertekenen dat ik weer opnieuw in die religie zou rollen. Ja. Maar dat was dus echt absoluut niet het geval. Het was gewoon een, meer iets van, ja, je moet zuinig zijn en op de wereld en je medemens en nou, dat soort dingen. Ik denk, ja, dan ben je echt een slecht mens als je dat niet, niet wil. Dus ik heb dat toen gedaan. Dus zodoende kwam ik aan de VU, op de afdeling onderwijs-leerprocessen, bij professor Eikenboom. Ja, en daar werkte, dat is misschien ook wel interessant, de dochter van Karel van Breren, zelf ook slaviste, die werkte daar ook. Want Eikenboom die wilde langs die weg ook nog wel via Caroline Schouten, de dochter van Breren, op de hoogte blijven van wat er allemaal in de Russische psychologie gaande was. Tot slot heeft Eikenboom zelf ook Russisch gedaan, om het dan zelf te laten kunnen gaan doen. En Carpe zat daar toen. Dus we hadden daar echt een Russisch clubje. En daar gedijde ik enorm. En professor Eikenboom die wilde eigenlijk maar één ding van mij. Dat ik een proefschrift ging schrijven. Maar verder liet hij mij qua onderwerp of wat dan ook helemaal vrij. De wegen die ik in zou slaan, wat dan ook. Het is inderdaad toch wel een tamelijk theoretisch proefschrift geworden. Over de activiteitstheorie en met name dat stukje begripsvorming. Wat ik van Davidov had. En ja, daar heb ik toen een proefschrift over geschreven. Het ook wel kritisch over Davidov en de visie op de begripsvorming. Maar was dat meer dan een soort bijkomstigheid dat je dat moest gaan doen? Of kwam het ook uit een diepe wetenschappelijke motivatie dat je een proefschrift wilde schrijven? Want het was begon in die tijd, zeg maar, geloof ik, min of meer wat wel meer gebruikelijk te worden, dat je ging promoveren, van eind jaren 70 zo'n beetje. Precies, en het was toen nog niet per se een must, daar werd toen wel op aangedrongen. Eikenboom wilde dat eigenlijk ook wel. Maar die heeft mij verder gewoon laten uit te doen, dus ik zat daar echt fantastisch. Ik heb de hele Russische psychologie en ook Amerikaanse psychologie, want die kende ik uit mijn opleiding, wou ik niet loslaten. Heb ik kunnen afzoeken en overal graasduinen. En zo stap voor stap ben ik toch een beetje tot mijn eigen tuintje gekomen. Wat vonden je ouders ervan, dat je aan de universiteit ging werken, dat je ging promoveren? We waren er heel trots op. Die vonden dat echt hartstikke mooi. Die hadden daar geen enkel probleem mee. En tijdens het werk aan je proefschrift wist je toen ook van ik wil gewoon aan de academie, aan de universiteit verbonden blijven? Ja. Dat ontstond wel vrij snel hoor. Want ik had toen na het gymnasium en alle mensen waarmee ik toen contact had, toch wel het idee van ik ben toch meer een studieus type. Ik wil wel graag wat kunnen doen met de wetenschap die ik mijn eigen maak. Zowel bijdragen aan wetenschap zelf als bijdragen aan de praktijken die daar op gestoeld zijn, zoals het leren op school. Maar ik wil toch vooral die theorie en onderzoekkant. En dat had ik vrij snel door. Na dat eerste jaar in de psychologie. Dus ik zat er echt helemaal op een plek. Ja. En je bent heel je arbeidszame leven ben je verder verbonden geweest aan de Vrije Universiteit. Ik kreeg gewoon alle ruimte die ik had. Daar heb je natuurlijk wel eens over nagedacht. Zeker ook als je advertenties zag staan in intermediair of waar dan ook. Heb ik wel eens overwogen, zou dat wat zijn. Maar afwegend denk ik, wat ik wil doen, dat kan ik op de VU. Dus dan leggen mij geen strobreed in de weg. Ik krijg alle ondersteuning die ik nodig heb. Wat zou ik elders weer opnieuw beginnen en misschien
in een onderzoeksprogramma geperst moeten worden. Terwijl ik nu zelf voor het zeggen heb wat mijn eigen onderzoeksprogramma is. Ja. Dus ja, dat... Je ervoer gewoon enorm veel vrijheid, waardoor je ook zin kon geven aan wat je echt wilde gaan doen. Exact. Maar je kwam als psycholoog bij pedagogen en onderwijskundigen te werken. Ja. Ja. Merkte je ook wel wat van kenniszinnen tussen psychologen en pedagogen? Toen nog wel, ja. Aan de VU, daar stond echt een duidelijke muur tussen. Of ik dat echt kenniszinnen zou willen noemen. Ja, ik weet niet of dat het juiste woord is of zo hoor. Maar dat ging niet echt van harte samen. Waar lag of ligt dat aan? Nou, wat ik wel regelmatig als verwijt kreeg, en heb ik notabene ook nog een theoretisch proefschrift geschreven, dat de pedagogen alleen maar zaten nadenken en geen empirisch onderzoek deden. En dat deed ik wel. Maar dat zag men niet. En dat was eigenlijk het belangrijkste struikelblok. Dat de pedagogen eens een keertje empirisch onderzoek moesten gaan doen. De harde wetenschap. En de faculteit heeft op zijn grondeling, dat was al ver in de jaren 80 hoor, besloten om die twee faculteiten toch samen te voegen tot één. Toen is een faculteit psychologie en pedagogiek uit ontstaan, die later weer samengevoegd is met de faculteit bewegingswetenschappen. En dat werkt allemaal prima samen nu. Ja. Je bent in 2004 werd je hoogleraar cultuurhistorische onderwijspedagogiek. Een bijzonder hoogleraar, ja. Ja. Was dat een ambitie, dat je hoogleraar wilde worden? Nee. Of kwam ook weer toevallig op je pad? Ja, dat kwam min of meer toevallig op mijn pad. Ik was toen al wel, misschien moet ik dat wel toelichten, al wel bezig sinds 1984 met ontwikkelingsgericht onderwijs. Van Pereren had toen een boek geschreven, Ontwikkelend Onderwijs, en dat kwam in 1989 uit, geloof ik. Yeah. En, hij was natuurlijk voor die tijd al lang met dat idee bezig en dat heb ik van hem overgenomen en daar een beetje doorgepuzzeld. Uiteindelijk heb ik besloten om dat niet ontwikkelend onderwijs te noemen, maar ontwikkelingsgericht, omdat ik gewoon dat ontwikkelend onderwijs toch te veel het idee van maakbaarheid hebben. Dat je gewoon zelf vanuit een plan kon zeggen van deze leerling moet dit of dat en zo worden. Terwijl dat ontwikkelingsgerichte heeft nog iets tentatiefs. Wat bedoel je daar precies mee? Als opvoeder kun je proberen om leerlingen in een bepaalde richting te krijgen. Maar omdat die kinderen zelf ook motieven en zingeving hebben, kan het zijn dat ze niet eens mee willen met je. Of toch met goede argumenten een kant uitgaan waarvan je denkt, ja, ik zou het niet doen, maar goed, jij wil dat vooruit dan maar. Dus je hebt het, en dat zei ook Galpieren al, hoor. Je hebt het nooit voor 100% in de hand, want de leerling heeft toch ook eigen mogelijkheden om een weg te kiezen. En dus het is eerder een gerichtheid om leerlingen verder te helpen, waarvan je nog niet voor 100% zeker weet wat dat precies gaat zijn, dan dat je al een plan hebt, dit moet het worden en zo gaan we dat doen. Maar raakt dat ook wel de kern van Montessori-onderwijs, van leer mij het zelf doen, of dat ontwikkelingsgericht? Ja, nee. Want die sturing vanuit de omgeving, die blijft er altijd in zitten. Het is eerder, ik zeg altijd, er zijn mensen genoeg die ontwikkelingsgericht onderwijs duiden als leerling gericht. En ik zeg altijd vanuit de leerling denken. Ik zeg altijd, dat is maar het halve verhaal. Dat is niet alleen vanuit de leerling, maar ook vanuit de leerkracht. Die wil ook wat. Die heeft ook ambities. Die heeft ook zelfs wettelijke doelen die hij moet zien te halen. En juist uit die interactie tussen die twee moeten we proberen te begrijpen hoe dat handelingsvermogen van leerlingen zich opbouwt, hoe die zijn motieven krijgt, hoe die zijn interesse ontwikkelt, zijn waarden en normen. Dus niet alleen vanuit leerlingen, zoals in Montessori en meer van dat ontplooiingsvisies, maar ook vanuit de leerkracht die nieuwe handelingen, nieuwe instrumenten, nieuwe normen en waarden aandraagt. En uit die
die mix, die interactie tussen die twee werelden ontstaat dan iets waar die leerling zijn voordeel mee doet en een stapje verder gaat maar nieuwe vragen gaat stellen. En die zijn natuurlijk ook voor een belangrijk deel geënt in de praktijk waarin de leerling zelf wil gaan meedoen. En op een zeker moment, in het begin was dat voor mij de praktijk school, maar dat werd steeds meer de praktijk wetenschap. Ja, wetenschap is ook een praktijk, hè, waarbinnen je tegen vragen aanloopt. Mensen uit je omgeving hebt die je sturen, die zeggen van ja, dat mag je wel doen, dat mag je hier niet doen. En dan gaan ze maar door. Hè, dus het is altijd die wisselwerking tussen de externe sturing en de interne sturing die leerlingen vooruitbrengt. Dat is overigens wel een interessant punt hoor, waardoor het op zeker ogenblik tussen Van Pereren en mij, want ik dacht dat je daar wel ook door zou gaan, niet helemaal goed afgelopen is. Vertel. Ik dacht gisteravond nog, daar ga je het vast over hebben, wat moet ik daarop zeggen? Heb ik mijn huiswerk niet goed gedaan, maar... Hoe moet ik dat aanpakken? Je bent gebotst met hem, intellectueel of ook gewoon als mens? Nee, vooral intellectueel. En hij kon dat ook. Dat is mijn interpretatie hoor. De man is al lang dood, dus kan zich niet verweren. Dus ik wil er niet absoluut geen slecht over hem spreken. Ik heb eigenlijk alleen maar lof. Hij heeft jou natuurlijk ook respectvol verteld. Ook weer jouw zone van naaste ontwikkeling ook een beslissend setje gegeven. Want mijn indruk was dat je er toch niet goed tegen kon dat ik mijn eigen weg ging. Ik zat toen ook in een project, de Quantiwijzer. Dat was een project dat zich vooral bezig hield met het beginnend rekenen van leerlingen op de lagere school en bijzonder onderwijs. Waarbij je vooral naar de rekenhandelingen ging kijken. En in dat project zat ook Freudenthal van het, wat tegenwoordig Freudenthal Instituut heet, maar van het realistisch rekenen. De wiskundige Freudenthal was wiskundige van precies. En die heeft hier in Nederland realistische rekenonderwijs. Precies. Ja. En in mijn proefschrift kun je dat zien, schuif ik toch erg tegen dat idee van realistisch rekenen aan, waarbij je ook heel erg veel ruimte geeft aan leerlingen om eerst zelf eens te bekijken hoe zou ik dat nou oplossen? Wat heb ik in huis waarmee ik dat kan oplossen? En als het niet werkt, hoe komt het dan? Kan iemand mij helpen? En dergelijke. En Van Pereren die vond toch dat ik te veel richting Freudenthal en het realistisch rekenen opschoot, terwijl hij veel liever had dat ik doorging in de lijn Galpier en Davidov. En mijn proefschrift, dat was al een beetje een lastig punt, omdat ik toch vrij kritisch was over Davidov. En er ook weer vanuit dat idee van sturing, dat de leerling eigenlijk ook weinig ruimte gaf om zelf ook eens iets te proberen, een weetje in te gaan en dergelijke. Ja. Dus dat was toen al te merken aan de manier waarop je oppositie voerde tijdens mijn promotie. Want hij zat in jouw opponentencommissie. Maar goed, dat werd allemaal nog geduld en gedragen. En toen hadden we ook het plan van Pereren, KP en een aantal mensen om hier in Nederland een tijdschrift op te richten, Handelingen. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Nee, dat kan ik bijna niet. Want dat heeft maar een paar jaar bestaan. Yeah. Van Pereren, hoofdredacteur. Yeah. Ik zou daar redactiesecretaris zijn. Yeah. En ik weet niet wat er allemaal gebeurde, maar kennelijk toch dingen die, of de artikelen die ik zocht en voorstelde, en de manier waarop ik dat beoordeelde. Ik weet het echt niet. Maar op zeker moment begon hij, toen schreef elkaar nog brieven. Hè. En toen begon hij de brieven ongeopend aan mij terug te sturen. Het was wel duidelijk dat er iets niet goed zat. En op zeker ogenblik, dat heeft hij ook in zijn geschrift te merken, heeft nog een vrij lange boze brief geschreven aan Carpe over mij. Maar jullie hebben dat nooit uitgepraat? Nee. Van Pereren moest maar zo gauw mogelijk van die Van Oers afzien te komen. Carpe
die vond dat niks, die ging aan mijn kant staan. En die is daar toen ook een beetje daardoor ook gebrouilleerd geraakt met Van Pareren. Hoe oud was Van Pareren toen? Ja, dat was dan nog voor zijn pensioen geweest, dus laten we zeggen eind 50. En Pieter Span, die zit ook in het archief, die zat toen ook in de redactie. Die zat ook een beetje moeilijk toen, want die was ook een collega van Karel van Pareren. Maar die vond de manier waarop Van Pareren met mij omging toch ook niet helemaal kosher. En Pieter, dat zal ik altijd onthouden, die zei tegen mij, ja, het is echt vervelend voor je dat dit gebeurt, dat had niet mogen gebeuren. En toen zei hij, ja, soms doodt de revolutie zijn eigen kinderen. En dat heb ik altijd onthouden, want het was die handelingspsychologie en dat ontwikkelend onderwijs toen nog, dat was een beetje een revolutie in Nederlands onderwijsland. En Pieter, dat was het laatste wat hij daarover zei, maar toen werd me wel duidelijk, van Pareren moet ik het niet hebben. Maar goed, toen zat ik al aan de VU en de KP heeft mij gewoon verder alle ruimte gegeven. Maar als je daar terug en nu het over hebt, heeft je verdriet gedaan destijds ook gewoon? Ja. Jammer dat je het nooit hebt uitgesproken? Ja. Dat vond ik heel spijtig. Het is niet zo dat ik daarvan slapeloze nachten heb gehad of een lopen huilen of wat dan ook, maar ik vond het heel spijtig. Zo had dat eigenlijk niet moeten gaan. Zo zie je maar hoe menselijk wetenschap bedrijven is. Ja, en ik heb dat altijd een beetje voor me gehouden, maar ik denk, ja, als je geschiedenis wil doen, dan moet dat ook een keer op tafel komen. Ja, dit lijkt me de aangewezen plek om iets van de geschiedenis duidelijk te maken. Maar het is natuurlijk mijn verhaal. Hè. En Karel kan... We kunnen er niet meer vragen, tenzij we deze serie ooit voor gaan zetten in het hiernamaals. Goed, ik heb op jouw website gekeken. Je hebt dik 300 publicaties, wetenschappelijke publicaties, Nederlands en Engelstalig. Iets van 13 boeken, ook Nederlandstalig en Engelstalig. Als je nou terugkijkt op jouw... terugblikt op jouw wetenschappelijke carrière. Is er nou iets waar je met de meeste voldoening aan terugdenkt? Zo een bepaald idee dat je had, of een bepaalde publicatie die je hebt die je had, een promovendus die je begeleid hebt? Ik moet zeggen, dat klinkt als een vader over zijn kinderen. Alle promovendi zijn me even verliefd. Ze waren allemaal met interessante dingen bezig, hebben daar origineel dingen in gedaan, die mij ook verder hielpen, maar dat vond ik altijd wel een belangrijk criterium. Dus langs die weg zou ik het niet willen uitleggen nu. Maar er is niet één specifieke publicatie, maar waar ik wel trots op ben, en dat is denk ik wat je vraagt, is de manier waarop ik op zeker moment, dat was in 89, toen werd ik een keer uitgenodigd op een schoolbegeleidingsdienst of ik eens wat wilde vertellen over spel. Over spel. Play. Gewoon spelen. Play. Igra. Ik dacht heel even spellen. Niet spelling. En ik had er eigenlijk toen ook nog niet zoveel aan gedaan. Dus ik ging toen studeren daarop. Ze vroegen dat gelukkig tijdig. En dat greep mij. Waarom? Wat greep jou zo aan in? Omdat ik eigenlijk vanaf het begin al niet eens was met de meeste speltheorieën die de spel zien als iets van het kind, waar het kind zijn eigen fantasie en zijn eigen vrijheid mag uitleven. En ik denk, ja, maar dat kind zit met zijn spel niet in een cultureel vacuüm. Die wordt in dat spel ook beïnvloed door anderen. Ja, maar dat was ongeveer vloeken in de kerk als je daarmee aankwam. Ik heb dat toen toch in de lezing naar voren gebracht. Dat waren ze heel vriendelijk voor me, maar ik denk dat ze achteraf ook wel een beetje het gevoel hadden van nou, aan die man hebben we ook niks gehad met zijn verhaal over spel. En ik wist het ook allemaal nog niet. Ik ben pas stap voor stap dat spel
gaan interpreteren als een manier waarop die culturele praktijken waar we het straks over hadden, kunnen worden gaan uitgevoerd. En mogen worden uitgevoerd door de omgeving waarbij je de leerling vrijheidsgraden gunt. Ja. En wel vraagt om zich aan sommige van de kernregels meestal te houden, waardoor die praktijk is. Ja. In de winkel moet je nou eenmaal een ruil doen tussen goederen en geld. Als je die regel weglaat, ja, dan weet ik niet wat het nog is, maar geen winkel. Dus regels zijn er. En een hoge mate van betrokkenheid. En in heel veel leren op school zag je dat niet. Leerlingen deden dat gewoon, of doen dat gewoon omdat het moet, omdat het gevraagd wordt. Ja. Maar een kind kun je niet ongevraagd aan het spel krijgen. Ja. Misschien verleiden, maar hij krijgt er pas zin in als hij echt door heeft dat hij in het spel zit. Ja. Ja. Dus zingeving, betrokkenheid, regels en vrijheidsgraden. Dat waren de drie parameters waarop ik gewoon toen allerlei sociaal-culturele praktijken ben gaan interpreteren. En ik zag toen dat dat inderdaad gebeurt als kinderen schooltje spelen, vadertje en moedertje spelen, bibliotheekje spelen, museum, gaan ze maar door. Dus dan gaan ze een praktijk in, waar we maar ook als ze aan het bouwen zijn in de blokkenhoek, dan bouwen ze een cultureel ding, een huis of een school of een weg, wat dan ook, autootjes. Die cultuur die zit er altijd in. En ze zijn dus bezig met die culturele praktijken te imiteren. En doordat ze vrijheidsgraden hebben, zich aan de regels, zijn ze aan het spelen en kunnen ze meedoen in die praktijk. En ze worden geduld in die praktijk. En ik heb ook wel eens een keer geobserveerd. Toen waren kinderen op school in een winkelpraktijk bezig. En er kwam een kind binnen, die pakte een stripboek en ging daar gewoon een stripboekje zitten lezen. Komt er gelijk een ander kind aan van, dat doen we hier niet, dat is geen winkel, hoppata, die moest eruit. Ja. Dus ze houden elkaar ook aan regels. Een winkel is een van de hoofdregels dat je wat koopt. Je mag wat rondlopen en kijken, maar alleen met de bedoeling dat je om het te kopen. Ja, ja, precies. Ja. Dus daarin zie je dat die regels erg belangrijk zijn. Maar dat het voor het spel dus essentieel is dat kinderen betrokken zijn en ook vrijheidsgraden hebben om iets op hun eigen manier te doen tot een zekere grens. Anders worden ze, zoals de leerling net, teruggeroepen of zegt de leerkracht of iemand anders uit de omgeving, niet doen, dat is gevaarlijk of dat mag niet. Of, nou ja, ik heb ook wel dokterspelletjes geobserveerd waarbij de leerkracht zei van, zet die stethoscoop maar ergens anders neer. In hoeverre is wetenschap bedrijven spel? Ik denk dat wetenschap ook spel is, althans op de manier zoals ik het heb mogen doen. Het werd geduld om een omgeving dat ik daar mijn eigen pad in ging, mijn eigen onderzoeksprogramma had. Er zijn natuurlijk ook regels die worden aangedragen door de methodologie en de statistiek. En dat zijn vragen die je interessant vindt en waardoor je betrokkenheid krijgt met die activiteit en de handelingen waarmee je dat zou kunnen onderzoeken. Wetenschap zonder vrijheidsgraden, er wordt niks. Kan het ook een minder leuk spel geworden zijn, bijvoorbeeld door die publicatiedruk die er tegenwoordig is? Denk het wel. Heb je daar zelf last van gehad? Of nee, alleen maar dat proefschrift. Maar dat ervoer ik niet echt als een grote druk. Maar dat is echt het enige wat mij ooit is opgelegd. Ook tussen aanhalingstekens. Dat was toch wel erg belangrijk dat je dat ging doen. Maar verder, nog Eikenboom, nog Carpe hebben mij ooit aangespoord. Maar om meer te publiceren. Ik merkte natuurlijk wel uit mijn omgeving en vanuit de faculteit, ging ze op een zeker moment dat impactscores berekenen. Dat het toch wel erg belangrijk was dat je regelmatig publiceerde. En ook in goede tijdschriften, ze weten dat dan. Dus niet in allerlei praktijktijdschriftjes, maar ook in goede Engelstalige tijdschriften met peer review. En nou ja, je kent het wel. Dat kwam op een zeker moment wel binnen. Maar ik heb me nooit gedwongen gevoeld om daar maar extra werk van te maken. Als er dwang is, dan kwam je uit mijzelf. Ik wil daarover publiceren. En wel zo snel mogelijk. Ja.
Doordat jij je zo intensief met leren bezig hebt gehouden, heeft het je ook een betere vader gemaakt? Je had het net al over je zoon, ik weet niet of je één kind of meerdere kinderen hebt. Kon je hun meer stimuleren in hun leren, in hun spel? In mijn ogen wel. Maar in hun ogen niet. Nou ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, nee. Ik heb twee kinderen, maar mijn dochter is helaas overleden. Toen ze 36 was. Ja. Die studeerde ook psychologie. En ook een lange tijd een beetje met tegenzin, omdat papa dat ook deed. En laatst kwam ik haar masterscriptie nog eens tegen. Ja. Die staat ook op internet. Ja. En dan kreeg ik daar zo eens in, het voorwoord. Gewoon het klassieke verhaal. Maar op zeker moment staat er ook, en dat had ik nog niet gezien, met dank aan. Hoe heet ze nou weer? Van Nieuwenhuizen, de voornaam ben ik even kwijt. Die heeft daar begeleid. Ja. En dan een paar witregels verder, in schijnende lettertjes. En natuurlijk ook papi. Ja. Dan denk ik, dan heb ik het toch wel goed gedaan. Ja. Ja. Dus dat was voor mij wel een bevestiging. En mijn zoon, die ging werktuigbouwkunde doen, die kon dat eigenlijk in zijn eentje ook wel aan. Die heb ik niet zoveel hoeven te helpen op de basisschool. Heb ik wel veel met hem samen gelezen. En dat ging ook goed, dat was ook een fijne activiteit samen. Ja. Dus ik heb de indruk dat ook hij het wel prettig vond. En dat zie ik nog steeds in de manier waarop hij met me omgaat. En hem regelmatig thuiskomt enzovoort. Dus ja, dat denk ik wel. Laatste vraag, hè. Je zit weer op middelbare school, eindexamenklas. Je staat weer voor de keuze. Zou je weer kiezen voor prutsen in de psychologie en de pedagogiek? Of achteraf, met de wijsheid van nu, had je toch misschien toch gitaarleraar willen worden? Ik speel nog steeds gitaar, klassiek, dus ik ben er wel blij mee. Maar ik ben ook wel blij dat ik geen gitaarleraar ben geworden. Dat is toch wel heel veel hetzelfde iedere keer, denk ik. Ja, met wat ik toen wist en ook dat begaan zijn met mensen, wat ik meer vanuit een humanistische achtergrond en ook Marx mee heb gekregen, heeft mij toch wel toen en nu doen besluiten om weer die psychologie in te gaan. Ik wist toen natuurlijk nog niet, dat is wel gebleken in het verhaal, waar ik terecht zou komen, dat ik van pareren tegen zou komen, dat ik mensen tegen zou komen die vonden dat ik Russisch moest gaan doen. En dat speelde in mijn keuze toen allemaal geen rol. Als ik weet wat ik nu weet, zou ik absoluut weer dit vak zijn gaan doen. En ook op de manier waarop ik het nu heb gedaan. En dat komt toch waarschijnlijk omdat ik zoveel vrijheid heb gekregen van mijn omgeving om dat vak te beoefenen zoals ik denk dat het moest gebeuren. En met name ook de relaties die ik kon leggen met de praktijk en de bijdrage die ik kon leveren aan de mensen uit de praktijk om dat onderwijs te vernieuwen in de richting van ontwikkelingsgericht onderwijs. Ja. En dat vind ik wel een van de dingen waar ik samen met anderen aan heb mogen werken, onder andere Freya Jansen Vos, Bea Pomper, Nico Feyma. Vind ik wel iets waar ik ook trots op ben, hoor, dat ontwikkelingsgericht onderwijs. Ja. Dat ik daarvan toch algemeen word gezien als een van de grondleggers. Ja. En die nog steeds vanuit de theorie en het onderzoek zijn best doet om de ontwikkeling daarvan te stimuleren. Dat moet trouwens mijn allerlaatste vraag zijn, want je bent nog niet uitgeputst. Je vertelde dat je nog steeds bezig bent met een laatste boek ook. Dat is ook niet vanzelfsprekend, toch? Dat je op jouw leeftijd nog want je bent bezig met een Engelstalig boek over spel, zei je. Ik heb er al veel over gepubliceerd. En ik wil die theorie toch eens alles bij elkaar brengen, ook meer in contact met andere denkers over spel, zoals Piaget,
Huizinga, onder andere, ja. Ook wel een belangrijke figuur geweest voor mij. Want dat idee van historicus, want het idee van de praktijken, kun je even het boek de Homo Ludens kent, hij denkt ook helemaal vanuit culturele praktijken. Dus dat heeft mij ongetwijfeld ook beïnvloed. Ja. Maar goed, nog andere speldenkers. Ik wil dat eens een beetje bij elkaar proberen te brengen en laten zien waarin de speltheorie vanuit de cultuurhistorische theorie, zoals we die hier in Nederland ontwikkeld hebben, toch anders is dan de kindgerichte speltheorieën die ik nu nog overal, met alle respect hoor, overal om me heen zie. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.